ik kan die schoenen beter even aanhouden, denk ik. Goedemorgen. God, dat is een stevige hand. Ik heb andere schoenen, want ik vraag, dit staat natuurlijk niet. Het ziet er niet uit, hè? Maar we gaan naar het voetbalveld. Oké. Ja, je komt ook op een verschrikkelijk ongelegen moment. Oh. Ja, dat kan ik ook nog niet weten. Omdat we gisteren verloren hebben met ons clubje. Nou, niet wij. Ik met mijn club. Jij niet met je club. Oh. U niet met uw club, bedoel ik. Neem me niet kwalijk, mevrouw. Maar echt in de pan gaan we toch een beetje, hè? Dat doet wel pijn. Nou, dat viel gelukkig mee, maar dat had wel kunnen gebeuren. Dat we echt, zeg maar, een soepkip... 1-1 tegen Ajax en dan nu... Ja, maar dat ga ik... Moet het moreel niet gewoon gaan opvijzen? Nee, dat ga ik aan jou niet uitleggen. Want dat schiet niet op. Mensen want ik ben een vrouw. Nee, mensen die er geen klote van begrijpen... dat heeft niks met vrouwen of met mannen te maken. Maar mensen die dus niks van voetballen begrijpen... die moet je daar ook niet mee vermoeien. Want het is een kwestie van vermoeien. Maar wat van bedoeld, dat is gewoon... Gaat u zitten. Oké. Okay. Tactiek bespreken, gaat u boos doen? Of... Nou, ik ga jou voorlopig eerst even aan de koffie zetten. Een onderrondje met uw team even. Ja. Zonder mij. Ja. Nou, dat moet ik toch respecteren. Ja, dat lijkt me wel. Het komt wel vaak in het nieuws omdat u de waarheid heel duidelijk zegt altijd ook. Ja, in elk geval, dus voor een heleboel mensen... In duidelijke taal. Ja. U draait er geen doekjes om. Nee, daar heb ik een enkel aan. Kijk, waar je doekjes om moet winden, dat is als je gewond bent. Oké. Okay. Dus als je, zeg maar... vrouwen hebben daar een maandelijkse kwaal van. Die hebben daar ook altijd een doekje voor. Dus als je gewond bent, ja, dan moet je daar dus hulpmiddelen voor zoeken. Ja, dat zijn doekjes. Ja, dat zijn doekjes, maar dat zijn wel functionele doekjes. Maar als je dus wat wil vertellen, dan moet je het zo duidelijk mogelijk vertellen. En dan moet je niet gaan lullen om te lullen. Ja. Gewoon even zo doorrijdt en je rijdt hier een beetje naar rechts. Ja. En dan zet je hem schoon hier. Ga me even voorstellen. Ik ben de assistent van meneer Korbach vandaag. Hallo. Mijn beste. Milan de Lee. Wilt u ook koffie, meneer Korbach? Ja, graag. Mevrouw. Kop een koffie voor meneer Korbach en voor mij. Ik mag teruggeven, wachten tot ik zover ben. Ja, ik begrijp dat ik hier niet bij mag zijn. Nee. Je moet gewoon gaan zitten in je mijl houden. Dus gewoon de loopschoentjes aan en dan... Ja. Dat is denk ik het makkelijkste. Je hebt gisteren ook gekeken. Ja. Dus dat zit even tegen. Nou, zo te zien blijft hij redelijk rustig. Ik ben toch benieuwd wat hij nu tegen ze zegt eigenlijk. Dus want dat... ze hebben zelf ook echt wel door dat ze het beter kunnen. Ja, wat dacht je dan? Zeg. Want ze keken allemaal alsof ze hun laatste oortje versnoept hadden. Kijk naar die kopjes. Ja. Kijk naar die kopjes. Maar heeft u dan niet met ze te doen? Ja, natuurlijk wel. Want zijn in feite is het een vorm van kinderen die je bij je hebt. Precies. Maar het ging gewoon goed en nu gaat het even slecht en dan... Dan is het gewoon moeilijk om dat te verteren, toch? Ja, tuurlijk. Maar dat is het leven van prestatie. Maar hoe belangrijk is nou die wedstrijd van vanavond? De wedstrijd die komt, dat is altijd de belangrijkste wedstrijd natuurlijk. Ja. Wat mogen ze allemaal niet doen een dag voor de wedstrijd? Mogen ze met hun vriendin naar bed? Ja, dat lijkt me allemaal voorbij dat ze met een andere vriendin naar bed gaan. Ik bedoel, mogen ze seks voor de wedstrijd? Ja, maar kan mij dat schelen. Maar misschien presteer jij het beste als je dus een uur van tevoren hebt liggen douwen. Douwen? Ja. Die komt... Waar kom jij vandaan? Douwen. Nee, waar kom jij vandaan? Als ik vragen mag. Ik kom uit Limburg. Dan heet dat heel anders. Oh, dan... Nee, maar dan snap ik het. Dan douwen is dus gewoon ordinair op de sik kruipen. Op de sik kruipen? Ja. Ja, dan weet ik nu veel meer. Ja. Op de sik kruipen? Ja, ja. En waar zit die sik? Nou, dat weet ik niet, maar hier heb je dus wel eens een snor. En als die snor zo staat, dan wordt het de sik. Is het een verticale snor? Dan is het een verticale snor. Heb je nog een normaal woord hiervoor, voor die bezigheid waar we het nu over hebben? Zeg maar de bijslaap doen. De bijslaap, kijk, ja. Dat begrijp ik. Wel? Ja.
erbij slaan. Ik denk, nou kijk, eindelijk is ik hier bij de handje op de klep. En dan moet ik godverdomme alles eruit gaan leggen. Ja. Ja, dat schiet lekker op hoor, ja. Mevrouw. Zo neerzetten? Ja, en dan moet je dus dat andere kootje nog even oppakken en die moet je dus daar neerzetten. Jij hebt voetbalschoenen? Hij heeft geen, dus... Nee, dus ik mag een beetje ja, maar ik vind dat hij er leuk uitziet, dus mag hij ook meedoen? Ja, maar je bent... Hé, luister nou, en dat gaan we niet uitzenden. Het is een mooie man, uitzenden. Dit. Hé, hey, dat gaan we... Hallo? Nee, jij ziet er ook leuk uit. Assistent. Hallo, assistent. Ook bij. Hallo. Ja? We zijn hier niet om geil te wezen nu, hè? We zijn hier dus gewoon aan het werk, hè? Kijk, neuken doe je in je eigen tijd, hoor. En niet met mijn spelers, dat heb ik je net aangelegd. Opgesodemieterd hoor. Oké, ik zeg alleen maar dat hij er leuk uitziet, ja? Ja, maar ik... Kijk, mannen denken dan meteen aan seks. Ik kijk even dat eerst. Is helemaal niet waar. Niet. Speel die Martijn in dan. Draaien. Mooi! Zijn stokken staan dicht, hoor. Want daar rekent hij op. Zijn stokken staan dicht? Ja. Kijk je uit met je ogen op. Ja. Meneer Korbach, ik kan gewoon alles zien, hè? Ja, nou ja, het zag er goed... Kijk, het zag er goed uit, maar dat u het weet, hè? Maar hier zit spanning, hè? Dat voel ik. Ja? Ja, het is gewoon één keer verliezen en het zit weer helemaal vast, hè? Ja, ja. Ja, dat is vreselijk, hè? Hoe kan dat nou toch? Het is toch maar een spelletje, ja, hè? Ja. Het is voetbal. Waar gaan we het over? De bal is rond en dan moet in een... Je weet allemaal, weet je wat nou het gekke is? Ja. Weet je waarom de spelletjes zijn uitgevonden? Nou. Om ze te winnen. Ja. En niet om ze te verliezen. Is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Meneer Korbach. Mevrouw. Goeie reis gehad? Ja. Hoe is het moreel? Goed. Ja? Ja. Gaan we winnen? Ja, dat gaan we doen. Ik heb echt gebeden tot God, hè? Nee, dat is goed. Ik deed alles wat jongens deden. In bomen klimmen en... Een... Oh, wat netjes. Wat gaat u nou hier doen, meneer Korbach? Even naar het veld kijken. Even naar het veld kijken? Ja. Hé? Zo. Dank je wel. Alsjeblieft. Dus hier gaat het gebeuren? Ja, hier hebben we het maar op te doen. Bent u nerveus? Nee. Nooit? Nee, wel gespannen. Het is heilig, daar mogen we niet in. Daar gaan we. Spannend. Hallo, ik ben Milan de Leij, assistent van Frits Korbach. Hoi. Wilt u niet te goed spelen, maar mijn baas wordt zo chagrijnig als hij verliest. Is het zo? Ja, het is een beetje dimmer. Het is goed met Rob en met Mies praten, dus als jij vrij wil zijn, ja, dan moet Mies die door mijn zoekrol nemen en dan moet Rob dus die oest aannemen. Ja. Ja, ik heb even zin naar die training zitten kijken, maar die jongens zijn veel beter en bal vaster dan Cambuur. Ja, het ziet er veel beter uit in dit veld. Ries, hij is open! Die is vast. Zo niet, dan moet je opletten. Je moet nou een beetje naar binnen, Olaf. Nog steeds jouw bal, Nou, eerste corner. Ja. Is goed. Kom wat dichterbij, Ries, kom wat dichterbij! Nou, ik ben blij dat jij niet zo schreeuwleeg bent als die hiernaast, zeg. Nee, shit. We hebben ook geen zin. Hè? We hebben ook geen zin. Nee, dat horen ze toch helemaal niet? Nee. Op, kom op! Door, mm-hmm. Erik vast! Ah! Dat je zo rustig blijft. Zo
Tony, dat is te lullig! Wat zegt hij? Het is te lullig. Dat moet zijn. Aanspraak opschrijven. Ja, gevaarlijk spel! Loop door! Gert! Hij ging liggen. Goed dat je die penalty hebt tegengehouden. Dat is geen goede opmerking. Bye. Zou ik maar beter helemaal niks zeggen of heb je nog... Ja, dat moet je mooi. Ja. Je tegen, hè? Ja. Wilt u eens drinken, meneer Korbach? Ja, een biertje. Mag ik ook een biertje pakken? Of mag ik niet drinken tijdens werktijd? Ja hoor, je mag drinken. Voor mij wel. We hebben al een zuipje stukje hier. Waar is dit voor? Hallo, ik ben Milan Leij, assistente van meneer Korbach. Ik ben Henk Koks. Hallo. Ik werk voor Langs de Lijn. Voor wat? Oh, Langs de Lijn. Langs de Lijn, ja. Frits, wat wil jij van deze wedstrijd zeggen? Laat ik maar gewoon met een open vraag beginnen. Ik heb ook wel een mening, maar jij hebt ongetwijfeld ook een mening. Ik vond het plichtmatig. En ik dacht soms van, het stinkt een beetje naar desinteresse. En ja, dit elftal, wat van Sparta verloor met 3-0, heb je gewoon laten staan. Dus de volgende keer moet je wel ingrijpen. Een kleurrijke trainer, maar een kleurloos elftal vanavond tegen Cambuur. Ja, zo typeer je het misschien wel het beste. Maar ja, dan moeten we maar eens kijken of we het om kunnen gaan draaien. Dat die trainer wat minder kleur gaat krijgen en dat die ploeg een beetje kleur... Nee, dat lijkt me niet goed. Mij ook niet. Frits, dankjewel. Mevrouw, wie bent u eigenlijk? Ik ben de assistent van meneer Korbach vandaag. Ik vind het een hele vervelende vraag, meneer Korbach. Waarom bemoeit u zich met mijn vraaggesprek? Nou, omdat ik zijn assistent ben, dus ik werk voor hem vandaag. Maar de heer Korbach is mondig genoeg om mijn vragen te beantwoorden. Ja, maar hij heeft net verloren, dus wil ik het even voor hem opnemen, ja? Hij hoeft niet beschermd te worden. Ja, maar ik vind het een vervelend meneertje. U bent onvolwassen. Nee, u bent onvolwassen en kleurloos. Jongen, kom binnen. Voetbal je er overheen, maar de chef belt druk. Ik denk dat wij zijn van nature zijn een hele sociale club. Dus dat Sparta had nog een wedstrijd gewonnen. En Cambuur had ook nog een wedstrijd gewonnen. Dus, maar je hebt gelijk, het is niet een dalletje. Het is, zeg maar, we staan toch in Friesland, een windwak. Echt onvoorstelbaar, echt waar. Jongens, ik vond het heel erg leuk. Jullie gaan in de bus. Ja. Lief zijn tegen de spelers. Ja, schat, ik zal ook. Moet je een biertje hebben? Nee. Anders als je bekijkt. Nee, dus. Wilt u meneer en Korbach niet lastigvallen? Ja, oké. Okay. Dag. Bye. Ja, laat hem nou even met rust. Goeie reis. Nou ja, hij heeft zijn verlies wel als een echte man gedragen, maar hij had het er wel moeilijk mee. Kon je wel zien.